moois een kleine samenvatting van het krachtige cultuuraanbod van Rotterdam. In de Doelen, een meesterwerk uit de 20e eeuw, War Requiem van Benjamin Britten. I believe that the artist must be consciously a human being. He is part of society and he should not lock himself up in an ivory tower. In Museum Boijmans gloort de tentoonstelling Change the System en ook nog de prachttentoonstelling Academy of Tal R. Bovendien maken we kennis met de jongens van Oerland, een theater/performance collectief met de voorstelling How Thomas Came to Rule the World. Ladies and gentlemen, Thomas, the self-proclaimed King of Kings. Maar ook de familievoorstelling Roof Side Story van Theater Rotterdam. Na groot succes zijn ze er weer, onze rivaliserende hondenfamilies. Woof Side Story van Theater Rotterdam. Liefde, macht, alles komt samen op het podium. En weet je wie er inspeelt? Martin Snip, onze eigen pup. Hoog in de lucht, ver weg, is een asiel ver. Toto in het verhaal. Dat is een politiehond in opleiding. En ik word verliefd op het personage van Daisy. Ja. En ik ben dan Marina. Een van de Afghaanse rashonden die helemaal eigenlijk een beetje het rijke luiskindje is. Van goeie kom af. En zij wordt dus verliefd op Toto. Dat is het verhaal. En eigenlijk mogen die liefdes niet bestaan. Trek uit dat uniform, tijger. Marina? Wie ben jij dan? Toto. Mijn pop is op zijn knieën. En toentertijd zaten Alex Klaas in de voorstelling, Arjan Ederveen, Gijze Naber, Sylvia Porta doet weer mee. En dat zijn wel voor mij acteurs wat waanzinnig was om mee te werken. En waar ik dus letterlijk even tegenop kon kijken op dat moment. Wie wil er vechten met de baas? Zus, kom maar hier, slappe hap. Ach, wat schattig. Een suïcidaal dwergje. Zal ik eens over jou heen pissen? Eeuw. Klaar voor de hondenhemel. Het is nog even wennen aan dat je ook met een pop speelt. Dat is ook best zwaar voor je spieren. Maar het is wel ontzettend leuk. Ik vind dat de dagen enorm snel voorbij vliegen en... Het is dus een herneming van de Woof Side Story, maar eigenlijk bouwen we alles zo'n beetje weer van de grond op. Ik denk dat Pieter Kramer, dat is een regisseur die kiest en die waagt en die heeft een stijl ontwikkeld waarin hij precies, het is allemaal heel strak, dus hij weet wat hij wil en hij zoekt met de acteurs net zo lang door, laat ze uit de bocht vliegen om ze uiteindelijk weer terug te brengen naar die kern daar waar en de humor zit. Waar de tekst tot z'n recht komt en waar de personages tot leven komen. En die hij weet daarmee zijn publiek te betoveren. Ik ben mooi, zoveel mooier, beter dan jij. Boijmans heeft met Tal R een tentoonstelling die het oog streelt, tot nadenken zet en ook nog je eigen associatie ruim baan geeft. Directeur Sharok X geeft ons een enthousiaste rondleiding. Kijk, ze zijn foto's aan het maken. Moet hij hier staan? Oh, hij moet hier staan. Normaal staat haar stoeltje dus daar. Want het kleinste schilderij is eigenlijk ook meteen het schilderij om je thuis te voelen. Er staat een stoel, je gaat zitten en je kijkt naar een schilderij. En dat is al heel wat, hè. En dan moet je de rest allemaal nog zien. Dan moet je de andere 400 nog doen, hè. Als je dichterbij komt, zie je hem ineens ademen. Je ziet ineens dat het heel licht is gedaan, dat het bijna aquarel lijkt, op het canvas. En je ziet ook dat mooie blauw eronder. Het wordt ook heel tactiel, je wilt het bijna aanraken. Het is natuurlijk zwaar verboden om dat te doen. En omdat het allemaal... Ik
vind dat wel leuk. Het is een soort van creatieve chaos. Heerlijke baan heb je dan. Ja, leuk hè? Ja, ja. Hij heeft eigenlijk altijd het, zeg maar op academisch heeft hij lesgegeven. Hij heeft nooit het academisme afgezworen, maar hij zegt wel steeds van ja, maar als ik iets maak wat herkenbaar is, gaat het eigenlijk over de metafoor. Dus het is nooit dat wat je ziet, nee. Maar het gaat altijd over een sleutelgat, betekent een poort die voor jou gesloten is. He, dus het is wel een sleutelgat, je ziet het wel, maar er zit eigenlijk iets meer achter. En dat geldt voor alles bij hem. En wat ik dus in zijn biografie heel belangrijk vind, is, en dat heeft hij me verteld, Tal R, hij heeft een Israëlische achtergrond, maar is opgegroeid als Deen. En is volledig, nu 50, zeg maar, een Deense man geworden. Maar zijn vader en zijn ooms hebben hem op een heel laat stadium in zijn leven pas verteld over hun Holocaust-verleden. Hij is dus een kunstenaar die alles wat hij in zijn omgeving tegenkomt ook betrekt in zijn oeuvre. Dus dit wordt een kunstwerk. Ja. En dat maakt hij even graag als dat hij tekent of dat hij een schilderij maakt. Of, Maar het is ook gastvrij. Ja, hè? Ja. 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 Deze werken bijvoorbeeld, hè, dit zijn, ik noem ze de explosie. Daar heeft hij er in totaal 12 van gemaakt. De galerie, hij heeft meerdere galeries die vroegen erom, die eisten me bijna de meer. En hij zei, maar ik ben er naar die 12 er gewoon in één keer boem mee opgehouden. Ja. Het was een groot succes en ik kon er heel veel geld mee verdienen. En hij zegt naar de 12e van, en nou weer eens wat anders, Tal. Ja, het paard, het ziet er natuurlijk heel, hij heet Horse in Pyjama. Hè, dus dat is heel mooi. Maar het verhaal is eigenlijk zeer indrukwekkend. Want een van zijn ooms, die dus een Holocaust-verleden had, die was te werk gesteld in een mijn. En de enige reden dat hij het had overleefd, dat was dat hij in die mijn met een paard werkte. En dat paard was zijn grootste vriend en heeft hem eigenlijk overeind gehouden. Het heet dus Horse in Pyjama's, maar als je dat weet, dan zou je ook al kunnen denken dat het een gevangenispak is. Precies, ja. Ja, dit is natuurlijk, dit is heel leuk om denk ik heel precies, snel te maar doen. Precies, maar dat moeten we misschien niet verklappen. Als je deze in een bepaalde snelheid in één keer tot je neemt, dan ben je volkomen, dan is je parate geheugen is volkomen gevuld met iets wat je niet had gedaan. En wat is je tempoadvies? Ik zou zeggen, het is ongeveer 90 meter, dus 10 seconden. Ja. Oké, 40. Kijk, en hier kom je dan in die merkwaardige wereld van zijn sculptuur. Hè? En weer een enorme zaal. Wij zitten ondertussen zitten we ook ineens in het schaduwspel. Hè? Vreemd, hè? Dit is een van zijn allereerste tekeningen. Het heet dus de salon. Je ziet de bovenwereld en je ziet de onderwereld. En de salon, dat zijn dus allemaal dames die je haar knippen. Want het is een knipsalon. Juist. Of het nou heel goed gedaan is, je merkt eraan dat het een belangrijk ding is. Het moet een heel goed ding zijn geweest voor hem. En soms zijn lelijke kunstwerken voor de kunstenaar de grootste stap. Ja. Dat hoeft helemaal niet allemaal maar mooi te zijn. Ofzo. En dan op een bepaald moment voor de toeschouwer ook best goed om te zien. Ja, sure. Maar dat pik je op, hè? Mooie mislukkingen zijn het wel vaak heel leerzaam. Ja, ja, zeker. En hoor erbij ook. Ja. Ja. En je kunt hier ook gewoon rondlopen alsof het een mooie Deense designwinkel is. Met een beetje mislukte keramiek. Het is eigenlijk, dus bij dat het zo ambigu is, dat maakt het ook fascinerend. Menselijke creativiteit is natuurlijk een van de allerleukste dingen om om over na te denken. Ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is die we toevoegen aan de aarde. Ja. Zullen we even in het licht? Dit is ook echt een waanzinnig werk eigenlijk. Het werk dat hij maakte toen hij van de academie kwam. 4 jaar aan gewerkt. Hij was enorm geïnteresseerd in abstracte kunst. En hij vertelde mij, ik heb overal waar ik maar kom, boeken, collecties, tentoonstellingen. En ik heb van al die mensen heb ik geleerd, hè? Kupka zie je terug en je ziet van Doesburg terug en je ziet Rodchenko. Eén grote kunsthistorische potpourri of een academie. En hij zegt, ik heb alles wat hier hangt heb ik gestolen. En ik hoop dat wat ik ervan heb gemaakt weer per stuk door iedereen gestolen wordt. Dat was wat hij ervan zei. En dat vind ik ook een hele mooie houding. Want hij zegt dus, ik ben een onderdeel van de beeldcyclus die de mens heeft gemaakt. Dus dit is echt een werk, het geeft zoveel energie. Hè? Je hebt geen aspirintje meer nodig als je dit ziet. Dat is echt. Slim en gevoelig tegelijk, volgens mij. Ja, zeker. Ja.
Toen ik hem sprak bij onze eerste ontmoeting over hoe we het zouden gaan doen, toen zei hij: Charles, ik heb eigenlijk maar één ding dat ik echt heel graag wil. Dit zijn schilderijen zo groot dat ze meestal gewoon in hoeken moeten hangen. En hij zei: ik zou ze eigenlijk achter elkaar willen zien. Dan zei ik: nou, oké, dan maak ik een trein. En dat is de afspraak die we hebben gemaakt. En deze schilderijen zijn onvoorstelbaar, want als je er dichterbij komt, dan zie je dat het wel 8 tot 20 lagen zijn. Dus als je mag er niet aankomen, dan moet je eens kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Er zijn 6 lagen alleen al op dit schilderij. En als je zo kijkt, dan zie je eigenlijk zie je bijna dakpannen. En aan de andere kant zie je een trein. En dat is ook precies wat hij bedoelde. Nou, leuk om te doen. Leuk om in het eigen museum nu en dan zelf ook te spelen. Ik heb gisteren al gewacht. Dus een van de dames die komen echt met zulke tassen aan. En dat is, het is een vorm, hè? Het museum lijkt wel een druk laboratorium bij Change the System, waarin designers hun veranderkracht bij bezoekers neerleggen. We ontmoeten vandaag Arne Hendricks. Ik vind ons lichaam en mijn eigen lichaam met name een soort manifestatie van onze obsessie met groei en onze zucht naar alsmaar meer. En zeker in deze tijd, waarin we echt een andere relatie met onze omgeving en onze planeet moeten leren aangaan, lijkt het mij van belang dat we eens anders gaan denken, een andere kant op gaan denken en minder, kleiner. En dan het liefst misschien ook wel lichamelijk gewoon kleiner. Dus het onderzoek is gewoon, kunnen wij kleiner willen worden als soort? Daar gaat het uiteindelijk om. En hier zijn een aantal dingen die ik daar dan over te vertellen. Ik heb wel een favoriet. Ja? En die zou je zeker niet pakken, want het is niet zo'n heel opvallend plaatje. Dat gaat over de dwerg Sebastiano Biavata, de museumdirecteur in de 17e eeuw. Maar hij was ook onderdeel van de collectie. Verder zijn er heel veel verhalen over overvloed op het moment dat je klein wordt. Dan krimp je eigenlijk overvloed tegemoet. Stel je voor dat je 50 centimeter bent, dan kun je van 1 kip kun je met 100 mensen eten. En dat zou natuurlijk waanzinnig zijn. Maar goed, dat is heel extreem, 50 centimeter. Ik zeg wel 50 centimeter, maar dat is eigenlijk een soort theoretisch eindpunt voor mij. Ik vind het veel interessanter dat we de switch maken in ons hoofd van die obsessie met groei naar wat mij betreft een obsessie met krimp. Er heeft een kangaroo bestaan, die was zo groot dat hij niet kon springen. Ach. Dus is het dan nog wel een kangaroo, vraag ik me dan af. Ja. Dus als wij straks ook zo groot worden dat we misschien niet meer kunnen lopen, zijn we dan nog wel mensen? Dat zijn de gedachtenspinsels die misschien een soort rijkdom tot stand brengen. Het is ook heel leuk. In Japan heb je een man, die heeft zeg maar de sushi in het extreme doorgevoerd. En die heeft dus een sushi met 1 rijstkorrel. Ja, dat vind ik dan heel leuk. Maar je kunt ze dus eten. Het is met name... Het moet een horlogemaker zijn, omdat... Ja, of heel klein. We zoeken even rust in een ander hoekje van het museum. Sober en poëtisch is het werk van architect / monnik Dom van der Laan. Een huis van Dom van der Laan, dus een architect uit de jaren 50-60 die in Nederland heel bekend is geworden doordat hij als Dominicaan architectuur maakte voor kloosters. Hij is eigenlijk een kind van Rietveld, zou je kunnen zeggen, maar ook had hij een hele eigen proportieleer. Dus hij wist zelf op een gegeven moment heel goed hoe je harmonie in je leven kon brengen door je omgeving ook in harmonie te ontwerpen. En dus Tal is eigenlijk iemand die je een bombardement van indrukken geeft waar je associaties in selecteert en dan jou ermee doet. Ja. En hij geeft je eigenlijk gewoon in 1 keer een soort van stijgkwaliteit. Ja. Alsof je voelt hem gaan en dat is heel knap. Previously on HTCT RTW, Thomas has established the necessity of a Let's do it again. Misschien kent u ze wel, de mannen van Oerland. Theatermakers, acteurs die altijd samen voorstellingen maken. Maar nu staat er maar 1 op het podium, dus we hebben een solovoorstelling. Previously on HTCT RTW, Thomas has established the necessity of a contextless search for an unnameable goal. Even though words hold him back, they are the only way out. Because behind the imaginary lies the dimensionary. We zijn een performance collectief. En we hebben voornamelijk ons bezig gehouden met het pakken van grote verhalen en die neerzetten naast een bepaalde beeldcultuur. We gaan nu het internet in. Oh, you're right. Wow.
en waren we heel vaak bezig geweest met het creëren van een artistieke of een artificiële artistieke botsing tussen de twee dingen. Dus we hebben net de internettrilogie afgerond. Yeah. En daarin hebben we het internet naast Prometheus gezet, die mythe. Dus dat is eigenlijk een soort doorgeëvolueerde vorm van het vuur dat Prometheus toen heeft gestolen. Have I lost my schwung already? Maybe it's not that wise to worry about these things right now. Het komt voornamelijk vanuit het lezen van boeken anno nu. Dat ik een jaar geleden ben begonnen te verzamelen of in ieder geval rond te kijken en te denken van hey, hier zit in één keer een thema in. Of hier zit ik zie een lijn in wat ik om me heen zie, in waar we mee bezig zijn als mensheid in ieder geval uit de bronnen waaruit ik put. En die gaan altijd over het soort van optimaliseren van je bestaan. De meest prestigieuze dingen kunnen doen, de meest succesvol kunnen denken. Je gedachtenstromen zo goed kunnen ordenen waardoor je denk ik veel de beste keuzes kan maken in je leven. Is wisdom not something that keeps the world the way it is? Is wisdom not the highest achievable thing? And if it is, then wisdom is the ceiling or the boundary I need to break. So should I be what? Manipulatively naive? Stubborn? Those things are for losers. Thomas Dutkiewicz maakt een soort denkvoorstelling. Oerland kondigt het aan als een voorstel voor een nieuwe wereldorde. Klinkt megalomaan, maar Thomas weet er wel raad mee om het fijnzinnig te houden. But we all suffer under the yoke of everyday life. There's never a moment of peace, a moment of quiet. We continue to go. I say we, but I really mean them, of course, the majority. You know, the majority cannot be trusted. The majority is blind, like a blind amoeba, dully continuing its existence. The majority is sleeping, and in its sleep, the majority is being raped and mugged and altered and reprogrammed to form the perfect slave. Suck this majority. De muziek van War Requiem is groots, krachtig, meeslepend, emotioneel en centraal opgezet. Rotterdam Symphony Chorus. Is the voice a musical instrument, or is the musical instrument at its best as good as the voice? Well, obviously the voice came first. And all instruments, I think, really try at their height to imitate the human voice. I mean, why does a composer write, if he's using Italian terms, as many of us do, cantabile, if he wants a phrase beautifully played? Britten was een overtuigd pacifist. Die hele thematiek van die oorlog, met name van de waanzin van de oorlog en het de dood insturen van allemaal jonge mensen die daar eigenlijk part nog deel aan hadden, die voor volk en vaderland een ideaal moesten verdedigen, daar was hij erg tegen. Het ging hem vooral ook over humaniteit. Die Owen, de man die het gedicht heeft geschreven, die heeft gediend op het slagveld. Die is er overigens heel tragisch een week voor de wapenstilstand. Is hij gesneuveld en hij heeft daar prachtige gedichten geschreven. En die gedichten, die gaan dus over die waanzin. En die teksten zijn zo fraai, eigenlijk passend bij het Latijnse Requiem, dat Britten dat als één grote aanklacht eigenlijk heeft gemaakt. Dat klinkt heel mooi. Het is indrukwekkend en ik wens ook eigenlijk iedereen toe die gaat luisteren. Kijk van tevoren eens even of je die teksten kunt lezen. Want je hebt straks zoveel om te luisteren, je wordt zo overdonderd door wat je te horen krijgt. Dat er dan zoveel lagen eigenlijk verloren gaan die je niet in één keer kunt doorgronden. Ja, er wordt wel gezegd een van de mooiste werken van de 20e eeuw. En daar ben ik het echt mee eens. Want het is zo diep, intense muziek die je echt kan raken. Zelfs tijdens het repeteren. Er komt altijd bij de uitvoering een laagje bovenop. Maar het is ook een feest om dit te mogen repeteren eigenlijk. Normaal gesproken ben je solist. Je bent professioneel, toch? En nu zit je in een koor met 80 man. Ja.
Dat is anders. Dat is ook leuk en anders leuk. Dus je moet veel meer aanpassen aan de rest. Maar je maakt ook weer gezamenlijk iets nieuwers. Iets wat ook weer iets mooiers oplevert of iets anders oplevert dan als je als solist zingt. Wat is dat voor jou? Hoe voelt dat om zo'n groot team om je heen te hebben? Ja, heel bijzonder. En ik denk dat het ook... Het is voor ons ook spannend hoe het gaat zijn met het andere koor. Want wij werken nu samen met een Belgisch koor. En dit wordt de eerste repetitie dat we dus in dubbele bezetting zijn. Want we waren met een man of 40 en dat worden er nu 80. Je kent ze nog helemaal niet? Nee, geen idee. Een soort blind date en dan ga je met z'n allen zingen. Een enorme blind date, ja.